is de man die gaat klussen met zijn schoonvader en boodschappen doet voor zijn oma. De man die alles kan. Eddie Zoe! Leuk dat je kijkt naar Take Me Out, een prikkelende show waarin we matchen. En dat matchen dat gaan we doen met 30 prachtige dames. En iedere keer één gozer die uit de lift komt. Het doel is simpel, iets moois laten opbloeien tussen één man en één vrouw. Afgelopen vrijdag ging dat redelijk. Twee matches, maar dan wel van de drie mannen. Dus toch nog één keer single naar huis. Jammer. En vandaag op deze maandag. Wie van jullie wil mijn prachtvrouwen zien? Hier zijn ze dan, 30 prachtvrouwen! Voorstel aan een nieuwe dame, dat is Marleen! Even naar Marleen toe. Marleen, dan wil ik het ook van je weten. Wat moet er uit die lift komen? Omschrijf het maar eens. Waar word jij blij van? Nou, knappe, leuke jongen. Ja? Met humor. Met humor. Ja. En hoe moet het eruit zien? Wat is knap? Moet die blond zijn? Moet die donker zijn? Moet het een neger zijn? Wat moet het zijn? Ja, hij mag wel gewoon blank zijn. Ja? Donker. Donker, prima. Ja. Blauwe oogjes, bruine oogjes, groene oogjes. Nee, maar is er wel. Nee, oké, prima. Als het maar gevoel voor humor heeft, hartstikke goed. Wie wil er een nieuwe man? Nieuwe man, laat je maar zien dan! Hallo, ik ben Erik Dikkep. Ik ben in de 30 en ik woon tegenwoordig in Brabant. Maak het door voor Erik. Jawel. Hey, jongen. Goed, dames. Neem deze man in je op. En dan mag je straks bepalen of je het aan gaat houden of uit gaat maken. Even Erik beoordelen op het uiterlijk. Dus hou je het aan of maak je het uit? Een paar seconden bedenktijd voor jullie. Prima, we hebben er nog 10 over. Ik vind het goed. Dat is goed, Erik. Ik had niet verwacht. Prima, toch? Ik ben heel bang. Ja, was je bang voor alle knoppen uit? Ik had eigenlijk gegokt op 30 rood gelijk. Ja. Nee, maar deze dames gaan toch verder dan het uiterlijk. Dus dat is prima. Ik ga even vragen aan Family. Dankjewel ook. Ja, nee, erom. Ik zeg dan mij niet dat je lelijk bent, hoor. Nee, maar ik begrijp het wel. Dat je dat gewoon even weet. Ja. Family. Ja, jij ziet Erik. Ik heb echt een zwak voor oudere mannen, dat sowieso. Dat is goed. Okay, maar bodyfiguren is het niet helemaal mijn ding, maar ja. Nou ja, alsof je twee oude mannen hebt. Prima toch? Precies. Zo is het net. Ja. Je maakt het steeds aantrekkelijker voor me, hè? Die dankjewel. Nee, maar weet je, dat is één ding. Ik bedoel, hier kunnen we toch niet omheen kijken, toch? Daar heb je gelijk. Dat bedoel ik. Naast de olifantenhuid ook het olifantenpostuur. Jolanda, waarom heb je weggedrukt? Ja, hij komt niet heel spannend over in ieder geval. En ik denk ook niet dat ik hem ooit ga bespringen. Nu niet en in de toekomst ook niet. Ik denk niet dat je hem ooit gaat bespringen. Nee. Goed, prima. Die komt niet van mij, hè, dat je dat weet. Even naar Angeline. Angeline is namelijk enorm van het mannen bespringen. Dus vertel even wat jij voelt bij Erik. Hij heeft een leuke uitstraling. Hij lacht zo leuk. Het is gezellig mee, weet je. Ik vind hem gewoon echt. Hij is leuk, joh. Ja, kan ik hem lekker bespringen, ja. Ja, oké, okay, prima. Dat willen we graag horen. Als zij bespringt, dan is het weinig knuffel, hoor. Dat weet ik wel ondertussen. Goed zo, dames. Je mag zo meteen wegdrukken wanneer je wilt. Dat mag. Normaal doen we dat niet, maar in dit geval gaan we dat toch gewoon doen. Want Erik gaat iets doen. Wat ga je doen, Erik? Nou, ik ben in het dagelijks leven ben ik zanger. Ja. Daar leef ik van, dus het leek mij wel aangenaam om even een liedje te zingen. Om een liedje te zingen. Hartstikke goed. Wat ga je zingen? Ik heb een... Ik heb een liedje meegebracht dat circuleert al een jaar of twee in de kroegen. Maar heel veel mensen weten helemaal niet dat het van mij is. Dat hele liedje heet Ik schreeuw het van de daken. Ja. Dat is de ultieme liefdesverklaring aan vrouwen. Aan vrouwen. Nou, hartstikke goed. Vrouwen aan jullie. Dames, luister naar Erik, naar de liefdesverklaring. Maar onthoud altijd, je mag wegdrukken wanneer je wilt. Je promoot dat wegdrukken wel Erik. Dat moet ik er gewoon bij zeggen. Goed, jongen. Erik Dieke.
Twee uur 's nachts, ik kan niet slapen, ik denk heel veel aan jou. We konden het toch uitpraten, kwam jij maar weer heel gauw. Nu zijn de nachten koud en kil, zonder jou aan mijn zij. Weet dat ik jou nog altijd wil, kom jij maar weer bij mij. Want ik schreeuw het van de daken, en als ik jou zo graag zie, zal ik proberen goed te maken. Ik hoop dat jij me nog wil. Want ik schreeuw het van de daken, zonder jou heb ik geen doel. Is de vloer en zo menselijk goed. Ja, dat is Erik! Ah, wat een feestje gelijk weer, ja, hè? Gezellig. En het goede nieuws is, er zijn nog 6 dames over! Jawel! Goed zo! Dankjewel. Hebben we het aan Jella. Het wordt steeds duidelijker wat je ongeveer in een man zoekt. Vertel even wat je voelt hij bij Erik. Hij is de oer, hè? Hij is de oer, hè? Ja. Goed zo. Eten hebben, kan ik nog 2 jaar mee. Moet ik even vragen over zijn broek? Nee. Oké, goed. Ga ik het hier doen, Annemiek? Ja. Vertel, jij bent volgens mij wel van dit soort muziek en van de feestjes. Ook, ja. Ik kan goed zingen, dus... Ja? Ja. Die mag je wel wakker zingen. Die mag zeker wakker zingen, nou, ja hoor. Hartstikke goed. Goed op te horen, jawel. Hier was het feest. Vertel even Mariska wat je erbij voelt. Nou, eigenlijk, de muziek aan zich, dat is niet echt mijn ding. Maar ik zou het niet snel opzetten, maar ik vond het wel gewoon heel gezellig. Ja. En dan zie ik mezelf niet met jou zeg maar, zo in de kroeg staan waar je zit te zingen. Maar ik vind het gewoon wel echt heel leuk en heel gezellig. En daar hou ik van. Nou, hartstikke mooi. Dat is prima. Goed zo. Erik, ben je tevreden? Ja, heel tevreden. Ik had het echt helemaal niet verwacht. Ja. Ik vind Jij denkt, ik zing mensen weg. Ja. Nee, maar fantastisch. Ja, hartstikke mooi. Ja, super. Super, super, super. Ik vind ze echt heel mooi allemaal. En dan, ja. Kijken of het zo te veel voor je gaat worden. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik word een beetje emotioneel al. Ja, hè? Zo is het maar net. Erik, we gaan eens een kijkje nemen bij je thuis. Dus dames, kijk naar het filmpje wanneer je wilt wegdrukken mag. Maar je mag natuurlijk het lampje aanhouden. Erik thuis. Hallo, ik ben Erik Dikkep en welkom in mijn bescheiden penthouse. Ik ben zelfstandig ondernemer in de entertainmentbranche. Dat betekent dat ik in het dagelijks leven liedjes zing op feesten en partijen. En ik maak ook videoclips. Ik heb ooit een aantal gekke liedjes gemaakt. Een van die liedjes, ja, heel veel mensen haten dat liedje. Maar als je een paar drankjes op hebt, dat is best aardig. Dat liedje De Pizza Hut. Ik denk van mezelf dat ik wel een romantisch type ben. Dus ik hou van romantiek. Ideale avond uit, als je mijn figuur zo ziet, dan zul je je voor kunnen stellen dat het altijd begint met een etentje. Ik ben gek op een goede film. En of we die nou in de bioscoop gaan bekijken of gezellig hier bij mij, terwijl ik de kaartjes voor je aansteek, dat maakt me niet zoveel uit. Ik ben op zoek naar een lieve dame die tegen mijn leventje kan. Ik heb natuurlijk een bijzonder leven, daar moet je een beetje tegen kunnen. En hoe ze er dan uitziet, dat kan mij niet zoveel schelen. Ik ben eigenlijk heel trots op mijn leven zoals het nu is. Het enige dat ontbreekt is nog een leuke vrouw. Mariska, jij drukte weg toen hij zei, ik ben op zoek naar een lieve vrouw. Nee. Jij bent dus niet lief. Nee. Hey, ik kan er heel veel doekjes van winnen, maar het leuke is, moet eens kijken wat een tijgerin je hebt. Ga naar halen! Ja! Fantastisch, kom even bij me staan. Het is net een klimaapje die er zo inspringt en niet meer loslaat ook. Fantastisch. Dank je. Hoe blij ben je met Angeline? Super blij. Super blij. Ja, hartstikke blij. Goed zo. En Angeline is ook hartstikke blij met Erik. Ik denk dat je de deur niet had en deze blouse zeg maar, die is dan al lang uit. Dus gaan we ze tweeën enorm genieten. Een fijne match geweest, Erik en Angeline. Super match dit volgens mij, hè? Vind ik ook! Hij is zo leuk, ik vond je zo lief daar. Ja, ik vind het heel lief dat je me... Ja, kon je niet laten stikken. Nee, dat vond ik heel lief van je, dat je me gered hebt. Yes, nu heb ik je lekker mijn eigen biefstuk. Wordt vast heel gezellig. Ja, ben ik zwaar? Nee, helemaal niet. Oh, wow! Geweldig, kan je me altijd optillen. Ik ben het tegen wel.